Onrust in de omgeving van de Arnhemse schaapsdrift. Huizenbezitters hebben te horen gekregen dat hun woningen gesloopt gaan worden. En dat laten ze niet zomaar gebeuren. Er is steeds meer vraag naar allerlei soorten hulphonden. Maar zolang die dieren nog pups zijn, moeten ze wel eerst ergens worden opgevangen. En hoe voorkom je dat de Amerikaanse rivierkreeft zich nog verder in Nederland verspreidt? In Renkum werd vandaag een kansrijke manier gedemonstreerd. Dit is een proef waarbij aan deze kant rivierkreeften wonen. En we willen kijken of we kunnen voorkomen dat ze naar de andere kant van de sloot lopen. Goedenavond. Bewoners van de omgeving van de schaapsdrift in Arnhem zijn verbijsterd en woest over de grootschalige sloopplannen van de gemeente in hun buurt. De wethouder wil 25 huizen slopen in de straten vlakbij station Preesgraaf. Ook bedrijven en ondernemers moeten wijken. Ja, ik ben helemaal een beetje flabbergasted. Er wordt gewoon echt politiek over onze ruggen gespeeld. Concreet kregen nu 25 huiseigenaren te horen dat hun woning op de nominatie staat om gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat er iets ging gebeuren hing al langer in de lucht en er werd al eerder tegen geprotesteerd. Nu zijn de plannen concreter. Ik kreeg vanmorgen om 9:40 het eerste telefoontje. Het huis van Angelique zal bij het huidige plan worden gesloopt. Dat is hartstikke ellendig natuurlijk. De politiek had eerder wel een duidelijke opdracht voor de wethouder. Alleen slopen als er zeer zwaarwegende redenen voor zijn. Nou, die hoor ik graag de komende tijd. En we gaan ons er ook niet bij neerleggen. Hè. Want het is niet zo dat we het nu opgeven en denken van ja, het is wat het is. Voor de wethouder is wel duidelijk welke belangen meespelen bij het plan tot sloop. We willen graag meer vergroening. We willen zorgen dat het station ook in de toekomst goed toegankelijk is, goed bereikbaar. Maar we hebben daarin ook gekeken naar wat zijn de opgaven wat betreft het aantal woningen dat we nodig hebben in de stad. De hoop van de buurt is nu dat de gemeenteraad nog aan de rem zal trekken. Had je vroeger alleen de blinde geleidehond? Tegenwoordig kennen we de PTSS-hond, de epilepsiehond, de hond die helpt bij dagelijkse werkzaamheden en zelfs voorleeshonden. De grote vraag naar hulphonden zorgt voor lange wachtlijsten. En dus zoekt Hulphond Nederland meer gastgezinnen voor het opleiden en krijgen van puppy's. En zo'n nest puppy's is leuk, maar ook best veel werk, weet de familie Tieke uit Doesburg. Je moet ze weer spelen in het puppyparadijs. Je staat mooi aan het begin voor een heel nieuw leven voor iemand die een hulphond nodig heeft. En zonder gastgezinnen moeten mensen die een hond nodig hebben steeds langer wachten. Als de wachtlijst langer is, is dat natuurlijk super vervelend. Dus wij willen het liefst natuurlijk de cliënten zo snel mogelijk hun maandje geven die ze die vrijheid kunnen bieden. Voor het gezin Tieke is het eerste nestje hulphonden. En dat betekent voor iedereen werk aan de winkel. Ik heb een van de eerste dagen heb ik bijna de hele nacht hier beneden gezeten. En dan liggen die pups wel gewoon lekker te slapen. Maar soms hoor je erin krijgen dat je toch wel even denkt van oh, wat is daar nou aan de hand? Maar het is toch vooral... Leuk. Ja. Zie. Oh, schatje toch. I know. Je kunt toch alleen maar verliefd op zijn, zo'n melksnoer. Het is toch te schattig. 8 weken blijven de pups. Daarna gaan ze door naar andere gastgezinnen. Ja, het is voor het goede doel. Weet je, je eigen kinderen vliegen op een gegeven moment ook uit. Dat hoort zo, toch? De Amerikaanse rivierkreeft is een enorm probleem voor onze waterschappen. Het beestje brengt schade toe aan de natuur en het verdrijft inheemse vissoorten. En het plant zich snel voort. Onderzoekers van de Wageningen University and Research lijken nu een oplossing te hebben gevonden om de strijd met de rivierkreeft aan te gaan. Dit is hem, de Amerikaanse rivierkreeft. Hij is een ware plaag geworden. De onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben hier op deze testlocatie in Renkum iets bedacht om de overlast van de rivierkreeft in te perken. Dit is een proef waarbij aan deze kant rivierkreeften wonen en we willen kijken of we kunnen voorkomen dat ze naar de andere kant van de sloot lopen. Wat je hier ziet is eigenlijk een soort verkeersdrempel met een brievenbus erin.
De kreeften die komen aangelopen over de drempel en vallen dan in de brievenbus. En de enige manier waarop ze eruit komen is via die buis waar gaas aan de binnenkant zit, zodat ze omhoog kunnen klimmen en in de opvangbak vallen. Alle kreeften in het experiment zijn gezenderd. Wij hebben alle kreeften een rugnummer gegeven, zodat we weten welk mannetje of welk vrouwtje er hoe lang over doet voordat hij in de val komt. Wat we ook willen weten is, zijn er misschien bepaalde kreeften die er toch overheen kunnen komen? En omdat we de nummers kennen, weten we of dat hele grote geweest zijn of kleine, of misschien wel andere kenmerken hebben waar we daarna op kunnen letten. En de val werkt. Het gaat eigenlijk verbazend goed. De eerste dag dat we de beestjes in de sloot zetten, zien we al dat de kreeftjes door de buis omhoog komen en in de opvangbak terechtkomen. Met de val kunnen lang niet alle rivierkreeften worden gevangen, maar de waterschappen verwachten de verspreiding van het dier wel te kunnen beperken. Straks in deze uitzending, het is eigenlijk gek dat het nu geen topdrukte is bij tuincentra. Want volgens kenners is het juist nu de tijd om bollen en planten in de grond te stoppen. En daar hebben dadelijk in het voorjaar de bijen, de wilde bijen, meteen profijt van. De grote gasproblemen in Culemborg zijn gisteravond laat verholpen. Duizenden woningen en honderden bedrijven zaten gisteravond door een lek zonder gas. Netbeheerder Liander kon rond 11:45 melden dat de gastoevoer weer hersteld was. De gaslek was ontstaan aan de Parallelweg West. Bij werkzaamheden was een hoofdleiding geraakt. In totaal zaten zo'n 3400 woningen, 300 bedrijven, 2 scholen en 7 zorginstellingen zonder gas. En de gemeente Berkelland stelt de bestuurder van een trekker aansprakelijk voor het beschadigen van een eeuwenoude eik in Ruurlo. De bestuurder reed op de Borkeloze weg tegen een overhangende tak van de boom die volgens schattingen tussen 1650 en 1700 is aangeplant. Ja, in Hedel opent morgen een gloednieuw, gigantisch, aaneengesloten luchtkussenpark. Niet alleen bedoeld voor kinderen en tieners, maar zeker ook voor volwassenen, waar speciale avonden voor worden georganiseerd. Dit is het megapark in Hedel. En zometeen ziet u hoe het eruit ziet als het helemaal is opgeblazen met dit soort obstakels. Een psycholoog in Nijmegen juicht de komst van het reuze springkussen voor volwassenen toe, want het helpt om te ontstressen. Nou, ik werd er enthousiast van toen ik erover hoorde, want ik dacht, hé, wat leuk. Want eigenlijk, dat speelse, zeg maar, dat is heel erg leuk voor veel volwassenen. Dat heeft ook weer mee te maken met, hé, wat vond je leuk als kind? Maar zeker ook het springen, dus het explosieve wat daarin zit en het ontladen wat daarin zit, is echt hartstikke goed. Dus ik zou het alleen maar stimuleren. Ik zou zeggen, gooi het allemaal even overboord en kijk welke gekke capriolen wilde je als kind altijd uithalen en ga die gewoon extra uitvergroten. Ja, daar is dus ruimte genoeg voor, want het springpark in Hedel heeft een omvang van maar liefst 2000 vierkante meter en staat bomvol met allerlei hindernissen. In slechts 2 minuten tijd herrijst in deze loods in Hedel het mega springkussen, waar iedereen die dat wil zich flink kan uitleven. Er zit een hoop elementen op, dus competitief. Dus vooral voor de fanatiekeling, ja, die kan hier echt wel goed losgaan. Tunnels, glijbanen, klimwanden. Maar je moet ook denken aan een vrije val element, dus dan mag je gewoon de afgrond inspringen. Dat ga ik natuurlijk even proberen. Jong en oud wordt hier uitgedaagd en op een speelse manier gemotiveerd om te bewegen. Ook zoals wij ze noemen de big balls. Zijn grote ballen waar je overheen moet springen zonder eraf te vallen. Dus dat is eigenlijk hoe gek je het zelf wil maken. Zo op die manier kan je losgaan. Dit is wel goed voor de conditie. Ja, je voelt net alsof je kind bent. Het is echt een leuke ervaring. Ik heb ze al eens in de 60 en 70 gezien op niveau andere locaties tot nu toe. Namelijk opa's en oma's die gewoon meedoen met hun kleinkind. Want zeg nou eerlijk, leeftijd, ja, het is maar een nummertje. Leuk hebben kan iedereen. Nergens geen schaamte voor nodig. Het voorjaar is een drukke tijd voor de tuincentra, maar eigenlijk is het juist nu de tijd om bollen en planten te halen. Want uit onderzoek blijkt dat maar een derde van de tuinliefhebbers weet dat planten in het najaar het beste is. Nu is de grond namelijk nog warm, er valt nog genoeg regen. En dus luidt het advies, wat je in de herfst poot, dus alles behalve idioot. En je krijgt volop bloemen in de lente.
We gaan nu de bloembollen planten. Najaar is het ideale moment om bloembollen te planten. En daar hebben dadelijk in het voorjaar de bijen, de wilde bijen, meteen profijt van. Dus niet alleen de bloembollen. Je kunt ook denken aan vaste planten, aan heesters, struiken, bomen. Alleen eenjarige, die kun je nu niet planten. Maar voor de rest kan alles nu de grond in. En dat kun je doen totdat het gaat vriezen. Volgens tuinexperts is de herfst het beste seizoen om te planten. De bodem is vochtig. Als je ze nu plant, dan wortelen ze nog voordat het gaat vriezen. En zodra in het voorjaar de temperatuur stijgt, dan zie je ook dat die planten meteen aanslaan en meteen beginnen te groeien en te bloeien. Een nadeel in het voorjaar, het wordt droger, het wordt warmer. Dan blijf je met die gieter blijf je water geven. En dan moeten we, zeker met schoon drinkwater van ons, is alles behalve wenselijk. Dus onze oproep is echt, plant in het najaar. Een ander voordeel is het vallend blad. Wat nu aan het vallen is, dat laat ik letterlijk allemaal in de tuin liggen. Een gezonde bodem krijg je daardoor. Dit weten we altijd eigenlijk al. Alleen we zijn het een beetje verleerd doordat we jaar rond planten kunnen kopen. Maar door die kerstperiode zie je wel dat de focus bij de tuincentra meer ligt op de kerst dan op het plantseizoen. En wij proberen weer daar een kentering in te brengen. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En straks na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Goeiedag. Ja, een zeer grijze start op veel plaatsen deze dag in Gelderland. Hier, mysterieuze foto gemaakt bij Elburg. Zeker bij wateroppervlakte was het ook erg mistig. Maar zo af en toe toch ook gebieden, regio's waar het een stuk helderder was. Zoals op deze foto ook mooi te zien is. Mooi hier de herfstkleuren. Wel veel bewolking. En bewolking dat blijft toch wel domineren. Want vanuit het zuidwesten komt zelfs weer dikkere bewolking onze kant op. En dat betekent dat we in de avond en nacht weer te maken gaan krijgen met buien. En niet alleen in de avond en nacht, ook morgen overdag trekken er wolkenvelden en buien over de regio. Het is zeer wisselvallig weer. We zitten in een patroon van een westcirculatie. Dat betekent dat we heel vaak storingen vanuit het westen krijgen. En voorlopig komt daar geen verandering in. Het weerbeeld is dus ook eentonig. En eigenlijk is het weerpraatje ook heel eentonig. Want elke dag is het wisselvallig. Vanavond en vannacht dus ook veel bewolking en een aantal buien die over de regio schuiven. De temperatuur die daalt in de nacht naar 7 of 8 graden. Verder staat er een zwakke wind uit het zuidoosten die morgen draait naar het zuidwesten. En ook dan hebben we te maken met veel bewolking. De zon, we krijgen hem amper te zien. Misschien morgenochtend eventjes. Temperatuur in de middag rond de 13 graden. En dat alles bij een matige zuidwestenwind. En ja, dit ziet er heel negatief uit. Al die wolken en regen. Er zijn natuurlijk ook wel wat droge momenten. En de dagen erna, ook dan hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, met vaak neerslag. Iedere dag is er wel kans op regen of buien. Hangt een beetje van de stabiliteit af van de atmosfeer. Maar dat er neerslag valt, dat is wel zeker iedere dag. Verder wat ruimte voor de zon. Zo af en toe, maar over het algemeen toch veel bewolking. En dat betekent voor de temperatuur dat we vaak zo rond die 14, 15 graden zitten. En dat ook de nachttemperaturen hoog zijn. Over het algemeen rond de 10 graden. Alleen de eerste nachten kunnen net iets kouder verlopen. Nog een fijne dag.